We hebben hem weer, de 64 UFE van Hobby. Hij is een poosje uitverkocht geweest. We hebben een poosje niet in de showroom gehad. Wat hebben we hem gemist? We zijn zo blij dat we hem hebben, Rai. Voor de week komen we weer een vrachtwagen vol met nieuwe modellen. 64 UFE's uit de serie Excellent Edition 64 UFE. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Mark Meerbeek. We hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch kerkbedrijf in Doetinchem. We hebben uitsluitend topmerken verkopen. En dan moet je denken aan een merk zoals Hobby, zoals Vint. Vinterendal hebben we ook al staan. Adria, LMC, Vici. Maar vandaag gaat het even dat die 64 UFE er langzaam staat. Rai, kun je er wat van vertellen van het nieuwste model? Ja, zeker weten. Prachtig model. We beginnen aan de buitenkant. Hier zit u de voorkant weer met die prachtige twee grote zuilen, wat die hobbycaravan zo mooi maakt. En het voorraam zit er ook weer in. Heel veel mooie natuurlijke lichtinvallers in die caravan. En hier zien we hem, de enduro fietsendrager. Dat is wat Meerbeek toevoegt aan de caravans. Die is heel erg fijn naar voren te schuiven. En dan komt u terecht bij de disselbelading. Zo kunt u twee gasflessen in kwijt, een reservewiel en de rest van de spullen allemaal. Knotstabilisator ligt deze caravan op. Ligt hier heel fijn op de snelweg. Is echt kwaliteit knot. We lopen verder aan de buitenkant van de caravan. Een echte vernieuwing aan het modeljaar 2023. Dat is deze streep. Die hebben ze net even anders gemaakt. Dat de caravan heel sportief oogt. Excellent edition. Dat zegt vooral wat over de binnenkant. En die binnenkant gaat mijn collega Mark dadelijk laten zien. Die is heel erg mooi geworden. Vergroot serviceluik, een meter breed. U kunt dus al de spullen onder het Franse bed neerleggen. Wat dadelijk aan de binnenkant getoond gaat worden. Loop verder met mij mee, ik doe de deur even dicht. Krijgt u een mooie totaalindruk van die zijkant. En wat er ook weer op zit is een mooie tulleluifel over de hele lengte van het dak. En die heeft een uitval van 2,50 meter en een grijs anthraciet doek. Enduro Move, die is berensterk, dat is de 505 FL met waterpasfunctie. Die is ook nog uit te breiden met een autische depotensysteem. Dan kunt u de caravan in 90 seconden helemaal waterpas zetten. Ideaal is dat. Hier staat tv, dat houdt vooral in een buitenstopcontact. Ook wel prettig om te hebben onder de luifel. Binnen in de caravan zit dadelijk ook nog heel veel stopcontacten. En laten we dan nog even vanaf de achterkant bekijken. Valt natuurlijk gelijk dat hele grote raam op, dat grote achterraam. Nog meer natuurlijke lichtinval, die hierachter zit een rondzicht. En dan wil je natuurlijk wel lekker kunnen zitten en lekker naar buiten kunnen kijken. Achterlichten, derde remlicht, dat zijn automotive achterlichten. LED, die gaan nooit kapot, die gaan een levensduur mee. Die zijn gewoon heel erg goed. En voor de rest is het gewoon de perfecte maatvoeringen. 2,30 meter breed, 6,63 meter lang. Ideaal is dat. Bouwt geen enkele andere caravanleverancier, alleen Hobby. Hij is mooi van de buitenkant. Heb jij nog wat moois aan de buitenkant gezien? Ja, wat ook geweldig is met de hele transitie van het autopark. Dat is deze caravan standaard dus op een 1350 kilo as staat. Maar wij hebben meer besteld ook een asmogelijkheid van 1500. Maar dat betekent dat je met een compacte auto ongekend veel binnenruimte hebt. Maar dat gaan we binnendag ook bekijken. Je hebt dus inderdaad het Franse bed, de mooie grote keuken, de hele grote koelkast en een royale rondzit. En dat alles binnen die, ja, 6,63 zei je net, hè? Ja, dus binnen die maat zit eigenlijk alles erin. Dus wat me aan de buitenkant opvalt, een klein detail. Het luif van dit jaar ook wel weer heel groot is gekozen, dat is natuurlijk wel mooi. Dus je hebt echt een lange luif van voor tot achter, met een uitval van 2,50 meter. Dus kom je op de camping aan, je manoeuvreert met de mover te plaats, je zet hem even stabiel met de steunen en je draait hem uit en je hebt vakantie eigenlijk, hè? Maar die vakantie is natuurlijk meestal buiten, maar het comfort zit binnen. Kijk, dan gaan we hier naar binnen deze caravan. Dan komen we aan bij die 64 UFE. En dan laten we beginnen aan de kant van de rondzit. Hier zit dus echt een hele royale rondzit. Waar sommige merken moeten kiezen voor een te kort bankje achter, is deze echt goed in zijn hele afmeting wat dat betreft. Mooie royale rondzit. De tafel heeft verschuifbare wieltjes, dus die kan ik zo verrollen. Dan kan ik ook heel makkelijk hier achter gaan zitten. Dus dat ik gewoon het comfort op te gaan zitten. Maar als je hier dus kijkt, hier zie je dus dat nieuwe Excellent Edition interieur. En laat de kamer maar eens rustig ronddraaien. En dan ben ik benieuwd wat opvalt als je dit zo ziet. Rijn, wat valt jou zo op als je het interieur zo ziet? De binnenkleuren, Scandinavian look noemen ze dat. Dat staat hier in deze folder allemaal beschreven. Dit is dus de Hobby Fabrieksfolder. En daar staat dit interieur op. Dan weet je toch wel dat de Excellent Edition het beste interieur heeft. Ja, en wat ik ook eigenlijk dus nog wel bedoel te zeggen. De enorme loeigrote tasklep. Moet je kijken waar de ruimte hier zit. Alle afleglanden zijn ook achter de klep weggewerkt. Dus om in de rijen gaat, alles blijft gelijk op de plaats zitten. Maar door die mooie indeling van die vakken en die enorme diepte van die kasten, heb je dus ongelooflijk veel bergruimte. Met softflow schuier, sluiten vanzelf. Kijk, ook hier aan de zijkant, ook twee grote kleppen. Met ook weer die legvakken mooi afgedekt. Indirecte verlichting schijnt ook naar binnen, dus je kunt je spulletjes ook mooi zien. En let ook op hoe stabiel of het meubelwerk is vastgedraaid. Dus echt gebouwd voor een leven lang. Dat is wel heel erg mooi.
Als je dan ronddraait met de camera, dan zie je dus die mooie strakke lijn. En dat geeft ze ongelooflijk veel ruimtegevoel in deze compacte caravan. Dus elke auto kan aan mij trekken, maar je hebt wel het gevoel van ik ga met ruimte op vakantie. Voor 2023 is de keuken compleet opnieuw ontworpen. We hebben een nieuwe achterpaneel hebben ze gemonteerd. Nieuwe indirecte verlichting hebben ze gemonteerd. USB stopcontact, dubbel stopcontact, 230 volt. Compleet nieuwe kookplaten zijn ontwikkeld door Dometic. Dus de kookplaat heeft 3 grote pitten met een elektronische ontsteking. Mooie diepe spoelbak. Warm en koud water zit er uiteraard in. We hebben hier het keukenladers. Waar sommige merken voor 2 laders moeten kiezen, kies Hobby uiteraard gewoon voor 3 keukenladers. Dus ook hier maximale ruimte waar je makkelijk en comfortabel bij kunt. Onder de XXL koelkast nog een mooie groentekoeling. Ook extra ruimte. En dan zien we hier is de nieuwe koelkast van Dometic. En die heeft een dubbel deursfunctie. Dus ik kan hem aan deze kant open doen. Heb dus heel erg veel ruimte. Met een mooie tiptoetsbediening. Je ziet ze eigenlijk amper. Als ik hier druk, gaat hij schakelen en dan gaat hij aan. Je hebt altijd de keuze om te kiezen voor 230 volt, 12 volt of gas. Met de nieuwste koelkast van Dometic kun je op de automaatfunctie zetten. En bij de automaatfunctie kies je zijn eigen energie. Dus hoef je daar zelf niet meer over na te denken. Of je kunt het niet per ongeluk verkeerd doen. Kom eens morgens uit bed. Kun je gelijk hier een glaasje water of een glaasje hydrans pakken. Dus dan kun je er makkelijk van deze kant bij. Dat is wel heel mooi in die compacte caravan, die dubbeldeursfunctie. Als je morgens uit bed komt en dat bed, ja, dat is echt comfortabel. Kijk, die is ruim qua afmeting. Ruim 1,40 bij ruim 2 meter. Ik kan er heel goed liggen. Dus ik heb heel veel lichtcomfort heb ik dan. Maar als ik morgens wakker word, dan ben ik altijd vroeg. Ik kan hem hier even lekker opfrissen wat dat betreft. En dan zien we hier nog zelfs extra bergruimte achter de spiegels ook. Dus weer heel vernuftig gebouwd. Maar ook hier weer onder de wasbak. Ook nog weer extra bergruimte. Heel mooi afgewerkt. Zelfs een stopcontact hier voor scheren of feunen. Aan de zijkant. Deze deur is ook even dicht. En dan hebben we hier natuurlijk de toilet. Die is ook echt royaal. Met ook weer bergruimte waar ook goed over nagedacht is. Mooie diepe kasten nog waar je ook een boel spulletjes kwijt kunt. En die tent van het gezette toilet, nou, die is echt royaal gemaakt. Dus die is comfortabel. Hier kun je goed zitten. Hier op de hoek zie ik zelfs de wc-rolhouder nog zitten. Die zit er ook in. LED-verlichting. Goede ventilatie met een toiletraam erin. Die witte deur geeft ook weer het gevoel van ruimte wat erin zit. Ja, dan zien we aan het voeteind zien we dus van het bed. Het bed kun je makkelijk opklappen van binnen. Er zit een grote bedveren gemonteerd. En dan zien we hier al wat dingen van het Mavic Limited Edition pakket liggen. Hier zit de slinger van de luifel in. Daar zit die lithium accu. Dat is de controlbox. Daar hebben ze een stopcontact bij gemonteerd. Met die mover erop onderzet. Dus daar is dat in dit klein perfect uitgerust. De laatste grote kast. Die is wel heel groot. Is de dubbeldeurs hangkast. Er zit een complete stroomvoorziening zit erin. Aanlegzakelaar. Televisievoorbereiding zit er ook in. Dus dat is helemaal compleet. Daar zit er nog één heel mooi stukje techniek in. Daar heeft mijn collega Rijn pas een cursus over gehad. Hobby Connect. Kun je daar nog wat van vertellen, Rijn? Ja, zeker. Tegenwoordig heeft natuurlijk iedereen een smartphone. Dat moet u echt hebben en dat heeft natuurlijk iedereen. En daar heeft Hobby ook goed over nagedacht. Als u hier op dit Bluetooth-logotje drukt, kijk, dan gaat het blauwe dadelijk heel snel heen en weer. Ziet u dat? Dan gaat het heen en weer. Dan kunt u dus met uw telefoon met de caravan verbinden en dan kunt u al de lampen bedienen en nog veel meer mogelijkheden. Kunt u ook bepaalde functies buiten de caravan bedienen, dat als u binnenkomt, dat het wat prettiger is binnen. Dus er is heel goed over nagedacht. Dit is ook het hele lichtpaneel. Modeljaar 2023 is dit gekomen. Kunt u alles aan- en uitdrukken. Heel erg mooi geworden. Ik denk dat we nu maar eens aan de prijs toe moeten gaan. Ja, dat zal er reuze mee vallen. Die hebben ook weer scherp gecalculeerd, hè? Zeker. Kom. Hier hebben we de prijs van die prachtige caravan. Hier staat €35.479, maar bij Mavic niet. Bij Mavic €32.995. U krijgt dus een korting van €2.500. Dat is een reuze bedrag. Ja, het mooie dat je dus voor die €32.995 gewoon alles erin zit, hè? Dus dat laadvermogen van 1500 kilo, die zware uitdraaisteun die eronder zitten, die volautomaat mover en Duro 505 FL, die kan op waterpas stellen, hè? Dat kan hij ook met in dit geval. De lithium accu en dan zelfs natuurlijk een extra op die Enduro fietsendrager erop. Dus alles zit erin voor het bedrag. En ja, ik ben zo blij, wat ik net aan het begin van deze video had, dat we gewoon weer de showroom hebben. We hebben er 10 gekregen van de fabriek, dus de eerste zijn alweer verkocht. Zij zijn jullie enthousiast, zou ik zeggen, wacht niet te lang. En kijk even op onze website als je meer informatie zoekt, www.meerweer.nl. En anders bezoek gewoon onze showroom en dan gaan mijn collega of ik
ga u enthousiast deze caravan presenteren en misschien wel verkopen dat je de komende vakantie met zo'n super deluxe 64 uur VR vakantie kunt. Kun je er wat toe te voegen, Rij? Ja, kom naar de Nijverheidsweg 41 in Doetinchem. Ik kom gewoon in het echt bekijken. Op de film is het mooi, maar het echt nog veel mooier. Ik zie hem nu in het echt, ik kan het nu echt zeggen, in het echt is hij super mooi. Je wordt helemaal stil van zo mooi is hij. Kom naar Doetinchem en wij zitten voor u klaar. Tot ziens!